Voor het Hof van Assisen in Antwerpen is de ondervraging voorbij van Steven Soly. De man wordt ervan beschuldigd zijn vriendin op een beestachtige manier vermoord te hebben tijdens een mislukte sadomasochistische scène. Hij zelf zegt dat hij er niks mee te maken heeft, dat het misschien een van zijn vrienden of wie dan ook zou moeten gedaan hebben. Ik heb voor een Hof van Assisen de voorbije 40 jaar al veel horen liegen. Zeer veel. Ik ben daar zelfs iets wat aan gewend geraakt. Maar wat ik nu heb gehoord aan leugens, klopt alle records. Ik wist niet dat iemand zo kon liegen, kon blijven liegen, alle details afstrijden en het licht van de zon ontkennen. Het is blijkbaar een Mechelse ziekte. Want alle processen de jongste tijd met Mechelaars in de hoofdrol draaiden er telkens om dat de speurders bandieten waren en zij de slachtoffers. Dit item haalde zelfs al enkele malen de tv, zodanig dat men nog zou gaan geloven dat het waar is. In ieder geval, deze man maakt geen schijn van kans en het zou me niet verbazen indien hij volgende week hier tot levenslange opsluiting wordt veroordeeld. Hij is inderdaad hardlekkig, hardleers, koppig, tegendraads, psychopathisch ingesteld in al wat tegen hem kan worden ingebracht. Feit is dat de gebeurtenissen zich voordeden in een marginaal milieu. Maar zo marginaal, oh God. Hij leefde inderdaad van een uitkering, maar kon toch relatief veel geld uitgeven in de cafés en al wat je wilt. En dit dankzij carjackings, inbraken, bedrog en oplichting. Ook daar mag men straks wel eens rekening mee houden.